Hallo reviewvrienden, hoe is het met jullie? Met mij gaat het prima. Ja, het is mooi weer, het zonnetje schijnt. Weekend staat voor de deur. Ik ga er een prachtig weekend van maken. Ik weet niet helemaal wat er aan de hand is, maar ik voel me goed. Ik ben blij. I feel good. Ik denk dat de antidepressiva eindelijk aanslaat. Nou, mooi. Dan blijft de vraag natuurlijk altijd wat Ahmed heeft opgestuurd. Wat zit er onder het doosje? Laten we gaan kijken. Ha. Mentos in een doosje. Ah, dit zijn geen Mentos snoepjes die je in zo'n rolletje kan kopen. Die ik overigens lekker vind. Mentos die zijn goede snoepjes. Laten we dat. Maar dit is kauwgom. Ik wist helemaal niet dat Mentos kauwgom had. Ja, ik heb niet onder een steen geleefd, maar dat wist ik niet. En dat is een Mentos met aardbeiensmaak. Aardbeienkauwgom. Gadverdamme. En het erg is nog dat hier op het plaatje zie je dus dat het een soort capsule met vocht bevat. Dat lijkt me niet lekker als je dat dan openbijt. En dan het chemische aardbeien kwakkie zo in je mond loopt. Black mint with green tea kwakkie. Black mint met green tea in een kauwgom. Ja hoor, kersen. Altijd weer die kersen. Helemaal gek van kersen. Nou ja goed, het is dus kauwgom van Mentos. Met een smaakje erin. Lijkt mij niet lekker. Ja, ik eet altijd gewoon kauwgom van Sportlife. Ik eet Sportlife kauwgom. Ik vind andere kauwgoms meestal niet zo lekker. Maar ik ben gewoon merkvast, dat kan het ook zijn. Nou, wat gaan we dan doen? Ik ga eerst even die zwarte met die groene thee eten. Want dat lijkt me het allerlekkerste. Ga potje niet open. Ah ja, sorry. Moet je even zo. En dan gaat potje. Jeetje, dat ziet er grappig uit. Kijk, die dingen die zien er dus uit als een Mentosje. Alleen met stippen. En dat is de kauwgom, hè. Ik ga er nu op kauwen. Gadverdamme. Ja, dat ook. Ja. Het is dus kauwgom, zoals kauwgom is, kauwgom met min smaak, we kennen hem al. En in die kauwgom zit dus een blaasje. En als je dat blaasje doorbijt, hoor je pap, en dan loopt het vocht in je mond. Er zijn mensen die dat lekker vinden, als ze zo in één keer vocht door hun mond lopen. Ik ben daar niet één van, maar hoe is de smaak van dat black mint met groene thee? Van de groene thee geen spoor te bekennen. Vind ik niet zo heel erg. Van de black mint daarentegen wel. Het is dropperig. Heel erg fris. Ik krijg er een frisse mond van. Ik hoopte dus dat dit... ik hoopte, dat is natuurlijk niet helemaal waar. Maar ik dacht dat dit niet te vreten was. Zo'n snoep, dropsmaak met groene thee in een kauwgompie. Dat moet vies wezen, dacht ik. Oh, het is nog suikervrij ook. Ik vind het lekker. Heerlijk fris. Mijn hele mond is fris. Ik vind de smaak ook lekker. Dit is gewoon lekker. Wat ik wel merk, overigens, is dat de elasticiteit, mooi woord, van het kauwgompje er nu al uit is. Hij is niet meer stevig. Dan heb ik een minuut gekauwd. Hij is nou al slap aan het worden. Daar moet nog aan gewerkt worden, dus Mentos. De kleur is dus bruin van het kauwgompje. Dat is ook een beetje vies. Maar goed. Oh, er gebeurt nu heel veel met me. Oh, wat is dat vies. Die kersen, dat kersennat is heel vies. Ik heb het allemaal bijna weggeslikt. Ja, dit is net of je spuitjes eet als klein kind. Dat je denkt, namelijk mijn mond doen zo snel mogelijk doorslikken, dan ben ik vanaf.
Dat had ik een beetje toen het kauwgompje zijn vocht liet lopen in mijn mond. Dat was een heel vies vocht. Maar dat is nu weg. Wat blijft er over? Een kauwgompje met hele heftige chemische kersensmaak. Is die kersensmaak lekker? Nee, hij is een beetje zuurig. Hij is niet zo heel erg zoet. Het is heel erg kers, maar een beetje zuurig. Het doet bijna een beetje pijn in het keeltje. Nee. Dat is toch ook raar? Ik had verwacht dat die roze was. Die is niet te bunkeren. Zijn we aanbeland bij aardbeienkauwgom? Ja. Die is gewoon smerig, Ahmed. Nou, die niet. Die is lekker. Ik ben misselijk van een kauwgompie. Dat me dat nog zou gebeuren. Nou ja, je maakt wat mee. Ongelooflijk, maar waar. Hier zitten rode vlekjes op. Ruikt al naar chemische aardbei. En daar komt hij. En twee. En... ja. Ja hoor. Het... het vliesje is doorbroken. Het aardbeiennat loopt over mijn tong. Het is toch raar dat je in iets koud en dat je dan hoor je van pap. En dan loopt er een sapje uit. Ik vind het is misschien leuk bedacht, maar ik vind de uitwerking niet helemaal lekker. Hey, toch, is natuurlijk de vraag die ons rest. Is de aardbeienkauwgom ook smerig? Net als de kersenkauwgom. En daar, lieve mensen, is het antwoord op. Nee, als je dit kauwgompje in mijn mond doet en je zegt raad de smaak, dan zou ik zeggen fruitmand. Is dit dan een smaak, fruitmand? Maar in ieder geval, ik had niet aardbei uitgezocht. Omdat het gewoon smaakt zoals vroeger bubblegum smaakte. Ja, weet ik van dat het aardbei was. Het is niet dat ik het gevoel heb dat ik echt aardbei proef. Ik proef eigenlijk helemaal geen aardbei. Maar is hij vies? Nee, want... Hij proeft als oude bubblegum. Een verschrikkelijk bubblegum. Als je even die grote vierkante roze blokken en zak je op de kaal, kun je zulke bellen blazen. Ook hier is het kaal nu al heel veel weer slap. Dus ik denk dat Mentos hoopt dat je snel uitgekoud bent, dingen uitspugen en dan er nog eentje neemt. En dat je dan op een gegeven moment een nieuw bakje moet kopen. Want het is niet kouder voor de lange duur. Dat gezegd hebbende, dat uitspugen, en wat ik net deed, van de kaal weer. Zo. Moet je niet doen in de natuur. Ja, oké. Ik kom vaak over als een man zonder hart. En ja, ik ben niet per definitie de meest gevoelige, empathische man op de wereld. Maar waar heb ik nou wel heel veel mee, dames en heren, jongens en meisjes? Vogeltjes. Ja, ik vind vogels gewoon leuke beestjes. En ze zijn ook vaak mooi. En ik vind het leuk. Ze kunnen gewoon lekker vliegen. Ja, dat is toch prachtig. En ze zijn ook helemaal niet vervelend. Er zijn weinig vogels die vervelend zijn. Die heb je eigenlijk gewoon niet. Dus ik ben gek op vogels. En als je dus zo'n kauwgompje uitspuugt op straat, dan denken die vogels, want ze zijn leuk vogels, maar ze zijn wel dom. Vogels zijn wel dom. Dan denken ze, hey, een lekker stukje brood. Of weet ik veel wat ze denken. Ik weet ook niet wat de vogel denkt, maar in ieder geval denkt die, hey, eten. En die pakt dus met zijn vogel, met zijn snaveltje, zo, op, de kauwgompje op. En dan zit die vast. Vogeltje gaat dood van kauwgom. Dus spuug je kauwgom niet op de stoep of in het bos, maar doe het in de prullenbak. Kleine moeite. Het leven een vogeltje gered. Is toch lekker? Hoeveel kauwgompjes spuug je er niet uit? En dat zijn allemaal vogeltjes die je redt. Prachtig. Nee, waar waren we? Oh, de aardbeien is ook lekker. Had ik ook niet verwacht. Mooi. Tijd voor de cijfertjes. En de cijfertjes worden hartstikke goed. Tenminste... als ik dit potje zie, als ik het product zie, dan denk ik Mentos die kauwgom begint te maken met een nat zakje erin. En allemaal van die glinsters en zo in het potje, dan denk ik, dat wordt niks. Ja, vooringenomenheid wordt vaak afgerekend, want er zit een hele lekkere bij. De smerige is de kersen. Daar zijn we gewoon over eens. Die is gewoon heel vies. Die smaak is gewoon goor, die is zuur, die is niet lekker, maakt je niet blij. Dus deze, ja, die krijgt gewoon een 4 voor de smaak. De aardbei... is al lekker. Is gewoon te doen. De kauwgom is snel op, moet ik eerlijk zeggen. De rek is snel uit de kauwgom. Maar het is gewoon een prima, lekker kauwgompje met de smaak. En er zit geen suiker in, dus je krijgt niet zo'n bollekop. Zo, Jan. Deze, die krijgt van mij al 7. Ja. En de absolute winnaar was degene die ik als eerste ging proeven om hem eigenlijk tot de sokken af te pissen. Maar dat kan niet, want het is heel lekker. Er zit een dropsmaakje in. Groene thee is niet te vinden, maar dat maakt niet zoveel uit. En hij is heel fris. Je hele mond wordt er fris van. En dat vind ik toch wel een van de hoofdredenen
om een kauwgompje te nemen, hè, dat als je een beetje uit je straatje drinkt, is ook voor stinkt, dat je even kauwgompje neemt en dat mensen denken, oh, wat ruikt die man prettig uit zijn mondje. Yeah? Nou goed, deze is helemaal top, die krijgt van mij een 8. Nou, hartstikke mooie cijfers, ik ga het weekend vieren. Nee, ik moet eerst nog even werken. Nou, dag!